Er zijn dieven die gewoon pakken wat ze willen hebben en er dan doodleuk mee weglopen, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. In dit geval hebben we een dief die een fiets meeneemt van ruim 3500 euro uit een fietsenwinkel hier in Zoetermeer. Aan de Coppelia-schouw zit de fietsvoordeelshop. Het is een grote winkel met een uitgebreide showroom. Op woensdag 13 oktober komt er een man binnen die precies weet wat hij wil. Er komt een meneer de winkel binnenlopen bij ons en loopt eigenlijk direct naar de fiets toe. En hij tilt hem op en dan loopt het doodleuk mee de winkel uit. Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel brutaal ook eigenlijk. Ik denk van, ja, hoe is dat in godsnaam mogelijk dat je dit zo doet? Hè? Gewoon koelbloedig, ongekend, ja. De dief heeft een flinke buit gemaakt. Hij heeft een Brompton meegenomen, een elektrische vouwfiets. Een type H6L, dus dat is best een exclusief model. De prijs van deze fiets is 3555 euro. Wij hebben in de winkel de fietsen staan in de vouwfietsvariant zonder accu en zonder oplader. Want die liggen bij ons netjes opgeboren in onze voorraad. Dus hij heeft er eigenlijk niks aan. En om zoiets nog te kunnen aanschaffen, een accu of een oplader, ja, dat kost serieus geld. De man heeft precies het juiste moment gekozen om toe te slaan. Ja, het gebeurde gewoon op het moment dat we allemaal bezig waren en we niet het overzicht hadden. Omdat je bent gewoon druk bezig met je werk. En zo is het eigenlijk gebeurd. Maar nu is het een stuk lastiger om bij ons in de winkel iets mee te kunnen nemen. Ja, je bent op dit moment nog alerter. Hè? Dus als er iemand binnenkomt lopen, hè, we zijn sowieso natuurlijk wel alert. Maar verdachte situaties pik je toch iets makkelijker op. We proberen ook continu te scannen van wat gebeurt er precies in de winkel. Ja, ik vind het gewoon hondsbrutaal. Ik denk van, met het idee van ik ga een winkel binnen en ik neem daar zo een fiets mee, die til ik op en ik loop naar buiten. Ja, dan ben je toch wel... Ja, op een ander level. Hè? Dus het is niet van ik stop even wat in mijn binnenzak. Nee, ik til gewoon een heel fietsje op en ik loop ermee naar buiten. Ja, vind ik bijzonder. Ik vind het echt bijzonder. Ja, teleurgesteld eigenlijk. Ja, ik hoop echt dat hij gepakt wordt. Want je ziet gewoon aan de manier van handelen wat hij doet. Ja, dat doet hij niet voor de eerste keer. Dus het is gewoon, naar mijn idee een veelpleger. Hij doet dit vaker, dat kan niet anders. En daarom hopen we met uw hulp te vinden. Als u de man herkent of weet waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie. En doe dat ook als het is opgevallen dat hij een zwarte elektrische opvouwbare fiets van het merk Brompton in zijn bezit heeft of te koop heeft aangeboden. Mogelijk dus zonder accu en oplader. Tips zijn welkom via de tiplijn of meld misdaad anoniem.